Pieter Kantoorknuppel, ik zeg ahoy. Het thema van deze dag is de baard. Toen ik de journalistiek inging, laten we zeggen een kwart eeuw geleden, toen alles nog van papier was, toen had je een adagium in de city en in New York, dus op Wall Street en in de city, never trust a man with a beard. Als je een baard had, dan werd je niet aangenomen in een financiële baan. Strafblad was kennelijk geen enkel probleem, maar een baard, dat was pas ernstig. Sowieso facial hair, geen snor, geen baard. Toen kwam ergens in de jaren 90 kwam het moment dat entrepreneurs zeiden, wij hoeven geen das om. De das ging af. Een paar jaar later hadden de entrepreneurs baardjes van 2, 3, 4, 5 dagen, maar niet meer. Dus een jaar of 10, 20 geleden begonnen die stoppeltjes, die begonnen al op te komen. Dat is eigenlijk een kenteken van, kijk mij eens vrij zijn, kijk mij eens een zakenman zijn. Maar toen is er iets heel merkwaardig gebeurt. Je kan zeggen, het is Osama Bin Laden geweest, de Taliban, allemaal vrijheidsstrijders waar we natuurlijk onverkort achter staan. Maar op de een of andere manier is er iets in de westerse mens, in de westerse man gevaren, waardoor hij denkt, ik moet mijn baard laten staan. En dan niet een beetje, maar echt van deze. Dus je ziet nu echt van die Ayatollahs door de stad. Dat is eigenlijk al ongeveer in Amsterdam een jaar of 3 gaande. Om te beginnen in Amsterdam-West, want daar wonen de hipste mensen. In Zuid zie je ze nog steeds, maar in de grachtengordel natuurlijk wel. Dat spreidt zich over heel Europa, eigenlijk over de hele westerse wereld, inclusief uiteraard de islamitische wereld uit. Maar de vraag is, hoe lang is die baard nog cool? Blijft gezichtsbeharing, haar op de verkeerde plekken, blijft dat cool na Conchita? Want onze vrouw met de baard die het Songfestival won, die heeft natuurlijk toch wel iets teweeggebracht. Bijvoorbeeld Rusland, Oost-Europa, seksistisch en homofoob als zij zijn, die beginnen hem nu al af te scheren. Dus mijn voorspelling is, deze zomer is het woord aan Gillette. En dit filmpje is niet mede mogelijk gemaakt door Gillette, zeker niet. Dat is namelijk van Procter & Gamble, dat is tuig. Dat vraagt zo'n 5 euro per mesje, geloof ik. Dus die steunen wij zeker niet, maar droog scheren, dat gaat het devies worden deze zomer. Ze zullen dat als volgt verkopen. Als u een baard vraagt, zo'n kleine Taliban, sinds wanneer draag je er een? Dan zeg je, oh, dat weet ik echt niet. Een paar jaar geleden vind ik het gewoon makkelijk. Ik wil me niet scheren, al die ijdelheid en zo, dat is voor mij helemaal niet belangrijk. Een baard goed onderhouden kost aanzienlijk meer energie dan geen baard hebben. Ze zullen dus deze zomer gaan zeggen, ja, ik was naar Ibiza en tijdens het tijdens de feestjes en op het strand en tijdens de meditatie is het toch een beetje onhandig, die baard. Het is mijn vriendin vinden. Dus ik heb die baard ook vanwege de warmtetemperatuur, heb ik die baard er maar afgehaald. Gewoon puur praktisch, joh. Het komt natuurlijk omdat een baard inmiddels helemaal niet meer hip is. Want er is een sommetje gemaakt. Als meer dan de helft van de bevolking een baard draagt, vooral de mannen dan in dit geval, tegenwoordig kun je die verschillen eigenlijk niet meer zien, dan zullen de vrouwen zich van u afwenden. Dus tot 50% blijft het een soort van speciaal, die baard. Maar daarna is het bekeken met de aantrekkingskracht en gaat de baard eraan. September is een kale start de herfst in. Mijn voorspelling.